Morgen Ben. Morgen. Zo, de rijp ligt nog op het land. Kijk eens. Maar. Ik heb alweer mijn eerste vondst. Of alweer, nou ja, dit is gewoon mijn eerste vondst. Een vingerhoedje. Eerste gat. Man. Ja. Super dik. Dat belooft heel goed. Ja, kikken. Ja, ja. Zie je het? Ja. Ik moet een beetje schoonmaken natuurlijk. Maar ik laat. Zal die nog. Nee, hij is geen zilver, denk ik, hè? Nou, misschien is hij zelfs nog wel van zilver. Weet ik niet. Moet even kijken. Ja. Eerste vondst vingerhoedje. Super top. Nou, dat gaat goed, Ben. Als dat al zo begint. Ja. Nou, ik laat de aarde erin zitten. Want anders dan druk ik hem misschien nog platter. Of dan gaat hij kapot. Maar super dik. Eerste vondst. Ik weet het niet hoor. Een beetje poetsen. Het is geen leeuwencent. Nee. Jawel. Ja? Kom maar wel, je ziet het toch? Ja. Ja, dat is een leeuwencent. Toch wel. Hij, dat begint goed. Ja. Kom eens. Top. Dus. Met mijn nieuwe metaaldetector, hè? Ja. Mijn Equinox, ik ben overgestapt. Dus ja. Dat is genieten, hè? En ik vind het een fijn dingetje, ja, beter als de Garrett. Ja. Want dat ding dat tetterde, joh. Uh-huh. En dit is gewoon wat fijner. Ja. Ja. Nou joh, dat gaat lekker zo. Ja. Nou, Ben en ik hebben allebei weer een leuke vondst. Zeker weten. Het is een 2-in-1. We verrassen jullie met een dubbele vondst. We gaan even kijken samen. Kijk, links is Ben zijn vondst. We zien hier een soort treintje erop staan. Dus dat is een spoorwegenknoop. Mooi. Ja, ja. Van de Nederlandse spoorwegen. Weet nog niet exact uit mijn hoofd hoe oud die is, maar wel leuk. De grote spoorwegtentoonstelling, de trein 1839 tot 1939 te Amsterdam, wordt geopend door burgemeester De Vlucht. Deze tentoonstelling verbindt het verleden met het heden. Zij roept herinneringen op aan de dertiger jaren der vorige eeuw, toen koning Willem I zich zeer veel moeite gaf om de nog sluimerende belangstelling voor het nieuwe middel van vervoer, den spoortrein, die in Engeland, Duitsland, België en Amerika reeds praktische toepassing had gevonden, te wekken. Rondom de tentoonstellingsgebouwen rijdt een treintje dat geheel overeenkomstig is aan de eerste trein die de verbinding tussen Amsterdam en Haarlem tot stand bracht. Hij is mooi. En kijk eens even hier, een leuk zegellood van Leiden. Wollen deken gemaakt binnen Leiden. Ja, wacht, super dik. De topvondsten. Ja, he? Lekker man. Echt. Tik hem aan. Tik hem aan, ouwe. Ik kom even bij je kijken. Ik kom eraan. Een rekenpenning misschien. Een rekenpenning? Dat zou kunnen. Ik heb ooit een keer ook zoiets van deze grootte gevonden. En dat was een rekenpenning. Daar deden ze vroeger de boekhouding mee. Weet je? Dan had je een bord en dan plaatsten ze hem ergens en dan konden ze aan een bepaalde manier waar die lag, maakten ze dan de berekening van de boekhouding. En er staat nog wat op ook? Of hoort dat op te staan? Er hoort dan wel wat op te staan. Maar als het dan zo oud is, dan ja, meestal is het dan nog moeilijk eruit te halen, maar het kan wel. Dus ik denk dat dit een rekenpenning is. Ja. Mooi hoor. Ja. Ja, we zitten goed, Ben. We zitten helemaal goud hier zo. Ja. Hey. Echt top. Tof, hè? Wacht eens, laat eens eventjes zien wat je net nog vond. Dat, waarvan wij het vermoeden hadden dat het een stempel is. Een stempel was. Is. Maar we kunnen later de kijkers er even over mee discussiëren. Want wij weten het niet helemaal zeker. Kijk, deze. Ja.
Kijk, je zou zeggen dat er dan dat je zo een stempel zet, maar als het een stempel is, hoop ik er nog een nou, wat uit te kunnen krijgen. Ja. Dat zou wel heel mooi zijn. Ik zie je eigenlijk zo op het eerste gezicht niks. Je weet maar het niet. Als je wat zo er kijkt, komen kan of gaat. Het is wel degelijk. Het voelt niet aan alsof het ieder moment kan breken. Dus nee. Ja. Nou ja, we gaan lekker. Ja, hey. Ja, leuk, leuk. Ik ben aan het genieten, Ben. Ik ook, heerlijk. Mooi, hè? En dan mag het wel koud zijn, koude tentjes, maar dat heb ik er echt voor over. Ja, we hebben er weer een. Het is een leeuwencent. Een munt is een munt. Blijf leuk. Yes. Ben, wil je me vertellen waarom je zo wild wordt? Hey. Helemaal wild. Ik heb 10 zilveren centen. En welke, wie is dan het? Dan moet ik hem even heel goed. Wie is het? Willem 2. Willem 2? Volgens mij, oh nee, Wilhelmina met loshangend haar. Ah. Dat was toen ze nog jong was, hè? Ja. Ja, volgens mij wel. Los haar. Ja. Kijk eens. Moet ik even kijken? Ja, het is heel. Je moet hem even in het water doen. Ja, precies. Ja. Oh, 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 lekker Ben. Ja, 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 ja. Kijk, hier is een klein plasje. Yes. Veel bij de nauw, jongen. Hij komt er gewoon brandschoon uit, volgens mij. Hij komt er brandschoon uit. Oh. Nee, 1849, joh. Dus Willem 2. Ja? Ga eens kijken, dan heb ik nog. Als die. Ja. Ja, lekker! Oh, die had ik nog niet. Lekker zeg, heerlijk. Ben. 1849. Lekker, Willem 2, Willy. Willy. Super tof, ja, super tof. Ik zal hem eventjes op de gewone. Oh, die wou ik. Die op wou mijn handcamera nou, ook vastleggen. Super tof, Ben. Ja hoor, Willem 2. Super tof. Ja, ja, ik had alleen nog maar Willem 3 en Wilhelmina. En nu zit een Willem 2 erbij. Heerlijk. Kijk eens eventjes. Dat is hem. Oh. Willem 2. Draai hem eens eventjes om voor de kijkers. 1849, 10 cent. We gaan ervoor door het modder, echt. Het is heel nat. Maar je hebt er wel wat voor. Even kijken. Komt hij al? Ah ja, ja. Yes, lekker hoor. Jij hebt er wat? Ik heb er wat. En ja, ik weet niet echt wat het is. Maar het lijkt wel versierd met een zwaan erop. De bovenkant. Ja. Ik dacht een afsluitdop van iets. Ja. Van glaswerk of. En mijn vermoeden is dat het een tapkraantje is. Kijk, hier zit een gaatje. Oh ja, ja. En ik denk dat als je hem dan een slag draaide dat hij afgesloten stond. Ja. Dus ik denk dat dit van een tapkraan is. Wel een oud, een oude in ieder geval. Een oude tapkraan. We kunnen hem een beetje schoonmaken nog in het water. Ja, maar ik denk dat het daarvan is. Ja. Dus weer een oude vondst. Ja, leuk, toch? Ja. Zal ik even kijken hier zo? Ja, dat doen we maar. Ik zal even kijken. Doe het maar. Gaat hij van? Zit nou toch al helemaal onder. Hè? Ja. We gaan door de modder. Ervoor, hè? Maar in ieder geval, je ziet dat die taps toeloopt en hier zit een gaatje, dus ik denk inderdaad dat het een tapkraan is. Leuk, van een afsluitertje. Oké, eventjes een tip tussendoor. Kijk, we hebben nou zitten in het najaar. Het is erg vochtig, de grond. En sowieso is het eigenlijk het hele jaar wel te adviseren om goede knielappen te gebruiken. Kijk, Ben heb hier echt de tuindersknielappen. Ja. En bij mij zitten ze in mijn broek verwerkt. Maar dan hou je je knieën droog. En anders krijg je echt last van je gewrichten op de lange termijn. Dus zeker aan te raden. Als jij deze hobby nog lang wil uitvoeren. Ja, zeker ja. 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 Als je hier nou een invulling aan zou moeten geven. Dus jij denkt, het is goed mogelijk dat het speelgoedservies is. Ja, maar wat je zegt, het staat wel hoog. Ja, hè? Ja.
Ik weet het niet. Breng hem later even in beeld. En dan kunnen de kijkers ook even mee discussiëren. Dan hoor ik het graag in de reacties. Ben is niet te stoppen. Die gaat gewoon door. Ja, ik weet niet of ik deze moet gaan halen. Oh, op zich klinkt het wel redelijk. Je kan het proberen. Je kan het proberen. Nou ja. Laten we het houden erop dat het speelgoedservies is. Anders doen we gewoon nog even twee. Ja. Zou ik gelijk even kijken bij jouw vondst? Ja, of jij wat hebt. Ik denk niet dat het heel bijzonder is. Bijzonder is, maar je weet het nooit. You never know. If it's walking completely in the soup. Hey. Hey. Dat is een zegelloop. Ja? Weet ik niet. Ja, dat lijkt wel. Ik had meer van die dingen en er staat helemaal niks op. Nee, dan zal het al kaal zijn al. Kalend, ja, dat is een zegelloop. Ja, een zegelloop. Ja. Nou ja. Alleen nog niks van te zien door de modder. Thuis maar even schoonmaken, even die kuub bagger eraf halen. God, ja. Zo, dames en heren, we gaan afronden vandaag. Ja, het wordt een beetje etenstijd. Etenstijd. En we zitten helemaal onder de modder. Ja, dus het was ook lastig om even de vondsten te determineren. Ja, alles zat onder de bagger, dus we konden niet gelijk direct alles herkennen. Dus we gaan thuis maar eventjes poetsen. Hè? Klopt, en de zilveren munt voor mij, de Willem II, die kwam er wel mooi uit. Hè? Ja. Dat wel. Dus die er een beetje water overheen en dan allemaal shiny. Zeker. Maar ja. Dat alles onder de bagger zit, houdt het ook wel een beetje spannend. Dus het verrassing als je straks thuis dat komt. Zeker ook, ja. Ik hoop en het afval. Ja. Ja. Maar we gaan hier zeker nog wel een keertje terugkomen. Ja, her en der toch wat leuke vondsten. Dat is vooral in het begin, hè. Ja. Toen we starten was het gelijk al eigenlijk raken. Ja. Ja. Knopen, nou ja, waarschijnlijk een stempel. Ja. Hoogstwaarschijnlijk. Dus ja, nu komen we toch weer op wat meer vel, hè. Ja. Meer storten. Ja, ja, ja. Maar ja. Maar dat hoort er ook bij. Ja. En ik ben toch wel benieuwd wat er in de rest van het veld ligt. Dus we gaan zeker. Ja, inmiddels ben ik thuis. Heb ik de vondsten schoongemaakt. En ben ik toch nog tot verrassende ontdekkingen gekomen. Mede dankzij Siebe. Ja, een paar vondsten zijn door hem gedetermineerd. Waar ik van het niet wist wat het was. Waaronder een zeer leuke 19e eeuwse vondst. Maar die gaan we straks bespreken. We gaan eerst even naar de rest kijken. Hier komen ze. Nou, om nog een keer te bevestigen welke rotzooi je allemaal opgraaft voordat je die leuke vondsten doet. Twee leeuwencenten, een halve leeuwencent, stukje lepel, ook een stukje lepel, gordijnringetje. Ik had hier nog een koperen lepel, maar ja, die zat op deze manier in de grond. Ja, en toen brak hij helaas. Dus ja, ik heb hem zelf waarschijnlijk kapot gemaakt bij het opgraven. Maar ja, soms ontkom je daar niet aan. Hier heb ik er twee van gevonden. Ook dankzij Siebe ben ik daarachter wat het is, want ik wist het zelf ook eerst niet. Dit zijn loodgewichten. En ik heb het even opgezocht. Vanaf 1820 werden deze verboden, omdat het toch niet helemaal zuiver was met het wegen. Een musketkogel, knijploodje, zegelloodje. Deze weet ik niet. Ja, het is van koper, een soort rosetvormig achter iets. Oormerkje van het vee. En dit hebben jullie al in de video voorbij zien komen. Het is toch een schoteltje. Ik denk toch wel speelgoedservies inderdaad. Oogvondsten, pijpenkoppie en het hele leuke zegellood van Leiden. Maar hier in mijn hand heb ik de leuke vondst. En dit is een zogenaamde krotalbel. Kijk. En waar was het nou van? Nou, dat zat dus aan een paardentuig. Dus als er dan een paard en wagen door de straat heen ging, dan rinkelde dit belletje. Ja, meestal waren het er meerdere die eraan vast zaten. En dan hoorde je dat er iemand aankwam.
Dus met paard en wagen, met koets. Werd ook nog in de 19e eeuw gebruikt. En deze die komt uit de 19e eeuw, heb ik me laten vertellen, aan de vorm te zien. Maar super leuke vondst. Weer wat geleerd ook. Ja. Ja, en dan gaan we nu echt afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke, leerzame video vonden. En dan hoop ik jullie snel te zien bij een volgende keer. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer wanneer we weer in het veld staan. Yes. Yes.